Dan krijg je soms hele mooie boeken in de winkel van meneer of mevrouw, dat weet ik niet. Xavier Deneu, het is vast meneer Deneu. En die, die doet prachtig werk met dikke kartonnen bladzijden waar hij letters in uitspaart, figuurtjes in uitspaart. Het ziet er altijd prachtig uit, mooi vormgegeven. Maar nu, nieuw. Tel de puntjes en raad het dier. Een boek met stippen. En als je dan die stippen omslaat en denk je, wat zou het voor beest geweest zijn? Het is een punt. Oké, dat is een beetje weinig. Maar twee stippen maakt een glimworm. En hier, drie puntjes. Wat zouden die drie puntjes zijn? Kan je er eentje van maken? Of met zes puntjes. Tada! Een ezel. Mijn lievelingsdier. Wat een geweldig boek. Zeg, met een gat waar je erheen kunt kijken. Zie je een ezel? Ik vind het een mooi boek. Misschien niet voor de hele week, maar toch wel voor een paar dagen.